Goedendag allemaal, daar zie je weer. Hartelijk welkom weer. Wee. Oeh, te kleine schoentjes. De rug ook nog steeds, hè. Nog steeds welkom bij het AE van Columbus. We hebben natuurlijk weer een heleboel verschillende uitvindingen voor u getest deze week. En de luxe gaan we nu voor het scherm voor u halen. Ze worden natuurlijk weer beoordeeld door een zeer deskundig panel. Allereerst natuurlijk weer Frits Bom, dames en heren. Uit de Nederlander hoort te weten. En van de regio de heer Alize, Viola Holdauer. En binnenkort is zij ook met de spaarlamp, hè? Met de spaarlamp. Ja. Hoe heet je dan ook weer? Viola's Volt Show heet Viola het. Viola Volt. Ja. Leuk, hè? Spaarlampen. Maar goed, genoeg gelachen, dames en heren. We gaan dus gewoon beginnen met uitvingeren. Ja, we hebben een hele bijzondere uit Poeldijk. Poeldijk, echt waar. Namelijk de heer Kester uit Poeldijk. Nou, de Kester uit Poeldijk. Dat is jou. Hartelijk welkom. Welkom in de show, meneer Kester. Leuk dat u er bent. Even, want er wordt ook al gevraagd, het zijn allemaal echte uitvinders. Hè? Iedere keer kan het niet genoeg benadrukken. U heeft zelf de uitvinding echt verzonnen. Uiteraard, hè? Het is geen flauwekul. Frits had er ook problemen mee. Is dat wel echt? Dat is het. U heeft een bloemetje meegenomen, want u wist dat Viola in verwachting was, hè? U wist het, hè? Viola, van harte gefeliciteerd. Dag, Viola! Het is een primeur! Het is een primeur! Maar er komt een heel klein holtje komt eraan, hoor. Maar goed, u heeft niets gehoord. Een bloemetje meegenomen. Ja, mijn uitvinding heeft ook met bloemen te maken. Ah. Het probleem met bloemen is het water geven. Hoezo? Dat wordt nog wel eens vergeten. Oh. Dat wist u niet? Nou, die heb je zet in zo'n pond en dan klaar toch? Nou, maar het probleem is wel eens, de vaas is af en toe leeg en er gaan dan sommige takken slap. Slap? En zelfs als u dan met water bijgiet, dan knappen ze nooit meer zo mooi op. Nee. 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 En daar heeft u wat op. Daar heb ik wat op gevonden. Ah. Gaat u even mee. Ah. Zo, u heeft nog wel wat apparatuur staan hier, hè? Dat is heel indrukwekkend. Kijk, mijn uitvinding... U zet de bloemen in een vaasje water. Dat heeft ze goed gezien. Ja. Mijn uitvinding bestaat onder meer uit een sensor. Pardon? Uit een sensor. Oh. Sensor? Deze sensor die bewaakt als het ware uw bloemenwater. Oh. Nou, deze sensor zit verbonden aan een centrale. Deze centrale? Ja, deze centrale kunt u, kunt u overal neerzetten. Bijvoorbeeld onder tafel. Kun je het zien zo, denk ik. U kunt hem bijvoorbeeld onder de tafel neerzetten of in een kast. Nou, om hem even te demonstreren, zal ik de sensor in de vaas bloemen zetten. Ja, niet te snel, want voor bom, hè. Hij moet opletten wat er gebeurt. Het gaat gauw te snel voor hem. Zo. Ja. Sensor zit in het water, ja. Hij werkt op elektriciteit, dus ik moet even het stekkertje erin doen. Ja. Heel goed, doe nog, hè. Heel goed, doe maar. Dan gaat natuurlijk wat gebeuren. Nou, u ziet nu het groene lampje gaan branden. Zie ik dat? Oh ja, brand. Ja, ja. Hooi lampjes uit, ja. Dat betekent dat er op dit moment voldoende water in de vaas zit. Ja, maar dat zie ik zo ook natuurlijk. Dat kan je zo zien. Dat is duidelijke zaak natuurlijk. Ja, nou, om mijn uitvinding te... Normaal met een stenen vaas of zo, dan is natuurlijk... Dan kunt u dat niet zien, hè? Tuurlijk kan je dat niet zien. Nou, om mijn uitvinding te demonstreren... Ja. Dan moeten we even wat water weg laten lopen. Oh. Ja. Kunt u mij misschien even assisteren? Ja, dan zit hier een dopje, dat kunnen we gewoon eruit halen en dan loopt het vaasje leeg, hè? Even wachten, ja, dan loopt hij al. Kijk, ik heb de sensor afgesteld op 4 centimeter. Ja. En zodra er nog maar 4 centimeter in zit, gaat er een alarm. Potverdorie, hè? En dan gaat er een lampje branden. Dus je krijgt een teken, want de bloemen staan, kijk, de steeltjes hangen boven het water. Ja, ja, dat gaat teken dat het water op is. Ah, dat is slim bedacht, hè? Dat is slim bedacht, zeg. Maar het is het zoemertje van BWGT. Als ik in de keuken sta, hoor ik het zoemertje dan? Of is er nog randapparatuur? Er is nog randapparatuur. Mag ik uit? Maar laten we eerst het alarm even opheffen, vindt u niet? Nou, ik zeg nou, u zou de stekker eruit kunnen trekken. Nou, maar ik kom niet aan eerlijk deze idee. Daar heb ik slechte ervaring mee. Een tweede oplossing is de vaas weer vullen met water. De vaas, kan u hem uitzetten? Ik vind, ja, maar dan moeten we wel de vaas vullen met water. Oh, dan moet hij weer vullen met water. Ja. Nou, laten we dat even doen dan. Maar gedoe allemaal, het is een ingewikkeld gedoe, hoor. Maar ja, het is voor de bloemen, bloemen houden van mensen, dus waarom mensen niet van bloemen, hè? Pot, van, hij schijt er mee uit. Hij schijt er mee uit. Hij schijt er mee uit, het werkt inderdaad, je hoort dat het werkt, hè? Ja. Nou, zoals ik al zei, u kunt deze kast bijvoorbeeld in een kast verstoppen. Verstoppen. Het probleem is dan dat u dat zoemetje niet meer hoort. Dat zeg ik niet. Nou, daar heb ik een extra aansluiting voor gemaakt. Oh.
U kunt daar bijvoorbeeld een zware bel op aansluiten. Die gaat dan gelijktijdig met het alarm af. Ja. Nou, als u dat niet voldoende vindt, heb ik hier nog een sirene. Die maakt iets meer herrie. En die sirene, die kunt u eventueel nog combineren met een zwaailichtje. Alleen omdat het bloemenwater op is. Nou, vindt u dat niet belangrijk dan? Ja, het is natuurlijk wel belangrijk, maar zo'n kabaal, dan wil je gewoon vragen of de buurvrouw even bijvult, hè? Nou ja, maakt niet uit. In ieder geval een geweldige uitvinding, maar we gaan nog even wat vragen horen, want Frits zit te popelen, hè? Die heeft wat vragen, toch, hè, Frits? Nou, kijk, ik zit hier zo graag in het panel, omdat ik wekelijks op het perpetuum mobile zit te wachten. Dit is het bijna. Dit is het bijna. Maar ik vraag me toch werkelijk af... Waar zit je nou op te wachten? De eeuwigdurende beweging, het perpetuum mobile. Hè? Perpetuum mobile. Ja, ik laat hem daar wel eens volgooien. Dan gooi hem hoor. Met de mobile, die ken ik wel. Mobile. Ja. Maar ik vraag me af wie er eigenlijk op zit te wachten en wie zo'n enorme machine in huis neemt om een bosje bloemen te geven. Als je van bloemen houdt, ja, dan is het toch wel. Ja. Viool. Werkt het ook bij honden en katten, bij hun drinkbank bijvoorbeeld? Dat zou handig zijn. Dat, hoe komt ze daar toch op? Briljant! Briljant viool, je moet erin doorgaan in die jury. Dat zijn vragen. Werkt het ook bij de hond en de kat? Ik heb de vraag niet helemaal begrepen, eerlijk gezegd. Echt, de hoek? Ik eigenlijk ook niet. Wat zei je? Nou, je hond en je kat die hebben ook dorst. Je vergeet wel eens die bak bij te vullen misschien s'nachts of zo. Dat ze een nadorst hebben of zo, van de zee of een kluif. Dat je dan dat automatisch de hondenbak kan laten bij. De drinkersbak. Daar werkt het ook op. Daar werkt gegarandeerd. Ja. Daar werkt het ook. Nou, ik vind het nogal een prachtige uitvinding. Ik wel. Ik ben de enige, geloof ik. Maar ik vind het een prachtige uitvinding. We zien u zo meteen terug, want we hebben nog een uitvinding. Ja. U wacht hier aan de zegel, dan dames en heren. De volgende uitvinding. Toch wel interessant. Interessant. Kijk, dit. Ik weet niet waar je het voor moet gebruiken, maar het zal